Nog even en het is weer kerst. Hier heb ik een leuke DIY die je kan gebruiken als last minute kerstcadeautje of gewoon als een accessoire in je huis. Ik ga jullie laten zien hoe je deze leuke potjes kan maken. Veel plezier met kijken en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Wat heb je nodig? Een paar potjes. Deze kun je gewoon gebruiken van groenten of je koopt een paar leuke in de winkel. Je kunt ze bij de Action kopen voor een paar euro. Glitters, decoratiezand, spuitlijm, plakfolie, lint, LED-kaarsjes, leuke figuurtjes, lucky stars, een schaar, een pen en oude kranten. We gaan beginnen met dit potje. Pak het folie en teken een vormpje op het papier. Ik heb hier een hartje getekend. Daarna knip je hem uit. En dan heb je dit. Probeer of het vormpje in het potje past. Als het past kun je hem er voorzichtig in plakken. Zorg dat alle luchtbelletjes eruit zijn. Dan ga je het hele potje vol spuiten met spuitlijm. Gooi de glitters erin. Doe de deksel erop en draai en schud net zo lang totdat het hele potje bedekt is met glitters. Daarna giet je het potje leeg zodat alle overige glitters eruit zijn. Haal het folie eraf. En nu kun je het vormpje goed zien. Strooi wat decoratiezand in het potje. En zet er een leuk kaarsje in. Dit kunnen geen echte kaarsen zijn, want je hebt spuitlijm gebruikt. Dat kan in de fik vliegen. Ten slotte doe je er nog een leuk lintje omheen. En dan is je potje klaar. Voor een ander potje gaan we Lucky Stars maken. Ik laat hier even snel zien hoe ik het doe, maar je kan beter even een tutorial opzoeken op YouTube. Nadat je de Lucky Stars hebt gemaakt, ga je papiertjes schrijven. Hierop kun je leuke berichtjes schrijven over wat je samen gedaan hebt of over wat je zo leuk vindt aan die persoon. Daarna doe je alle Lucky Stars en de papiertjes in het potje. Dit is een leuk cadeautje voor bijvoorbeeld je beste vriendin of je vriendje. Doe er nog een leuk lintje omheen. En dan is je potje klaar. Bij dit potje heb ik een lint met sterretjes om de hengsel heen gewikkeld. En ik heb een ledlichtje erin gezet van een engeltje. Op de bodem liggen doorzichtige balletjes waar een paar glitters op zitten. Bij dit potje heb ik geen glitters gebruikt. Ik heb gewoon een leuk lintje eromheen gedaan en wat zand in het potje. Dit potje heb ik helemaal gevuld met paarse balletjes. Daarna heb ik er een strikje omheen gedaan. In dit potje zit wat zand en een paar figuurtjes. En bij deze potjes heb ik gouden glitter gebruikt. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!